Zo, een hele goede morgen en welkom terug bij Baronie TV. Het is weer tijd voor de social update. En vergeet vooral niet je tweets en foto's naar hashtag Baronie TV te sturen. Dan komt het allemaal goed. We gaan nu naar de kinderoptocht van Boemeldonk kijken met z'n allen. Ja, de kinderoptocht van Boemeldonk moet er in ieder geval aankomen. Daar wachten we op dit moment de kinderoptocht bezig. Ze hebben mooie creaties gemaakt en we gaan even kijken wat ze er dit jaar van gemaakt hebben. Wat stellen jullie voor? Auto's die in de file staan. En... Okay. Staan jullie nou lang in de file of valt dat mee? Valt al mee. Wat is jouw taak? Gewoon hiervoor te dansen. Hiervoor dansen. Nou, dans eens even. Hoe dans jij de optocht? Wat is jullie thema? Schuif maar aan in onze processie. Processie? Rups. Ja. Hebben jullie daar last van de processie rups? Ik heb nog niet. Nog geen jeuk? Nee. Oh, ja. Zal ik meedansen? Ja, hoe moet het? Hoe moet het? Jullie zijn lekker aan het wapperen met die vlaggen. Jullie zijn er helemaal klaar voor de start? Ja, helemaal klaar. Helemaal klaar voor de start? Hebben jullie meegebouwd? Ja, grotendeels hebben we zelf gedaan. Liedje ook en zo. Liedje ook? Ik vind jullie het goed hebben gedaan. Het beukt lekker weg deze optocht. Dankjewel. Dag dames, wat stellen jullie voor? Wat is jullie act? We hebben een shoebak en daar mogen mensen shoelen met bakmunten. Oh, zal ik meeshoelen met jullie dan? Ja, is goed. Oh, bijna. Nog een keer. Dat was hem. Ja. Heb ik nou wat gewonnen? Nee. Ik heb niks gewonnen. Hallo. Jullie zijn lekker in beweging aan het gaan. Ja, zeker. Ja? Dus jij blijft wel lekker fit deze carnaval. Altijd. Ik zie het al. Die spieren zijn goed. Ja, je ziet het bij de kinderoptocht, maken ze gewoon wagens. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te onderscheiden van de volwassenen. Deze zou eigenlijk morgen gewoon mee kunnen rijden bij de grote optocht. Maar eten is gemaakt door gewoon de kinderen. Moet je kijken, wat een prachtige kleuren. Alles draait, alles beweegt. Prachtig. Mevrouw, is dat lekker te genieten van de kinderoptocht? Oh, zeker weten, zeker. Ja, heel leuk. Wat is nou zo typerend aan de kinderoptocht in Boemeldonk? Ja, wat is typerend. Ik denk vooral het stukje paplepel. Iedereen die krijgt het hier echt van jongs af aan al mee. En basisscholen wordt er veel aandacht besteed. En het is leuk om te zien hoe iedereen zo enthousiast is. Grote vrienden. Dan heb je wel een vrouw aan de haak geslagen. Ja, zeker. Eindelijk. Na zoveel jaar gewoon een vrouw aan de haak geslagen. Hij heeft goed gedaan, hè? Dansen wel een beetje goed mee. Ja, zeker. Gelukkig. Wees genoeg veel plezier. Wat stellen jullie voor eigenlijk? Nou, de wals. We walsen door de optochten. Dit is een wals, zo'n wagen. Oh. En de wals als dans. De wals. Ja. Nou, vind ik leuk bedacht. We zoeken naar de cup. Dus ze zijn op zoek naar de cup. We gaan het even vragen. Jullie zijn op zoek naar de cup? Ja, we zijn op zoek. Welke cup? De beker? De cup van Boemeldonk. De cup van Boemeldonk. En waar is hij nou dan? Stopt, we kunnen hem niet vinden. Jullie weten ook niet waar de cup van Boemeldonk is. Nee. Hebben ze jullie allemaal opgetrommeld om hier te komen? Ja, zeker weten. Trommelt ze nog, hè? Hij trommelt zeker. Trommelt hij lekker? Hij trommelt heel lekker. Goed zo. Fijne optocht nog, hè? Dank u wel. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de bouw? Zo'n 8 maanden. Ongeveer, iets korter denk ik. Oké, okay. Dan ben je toch wel bijna een jaar mee bezig dan? Ja, een half jaar ongeveer. En is het wel leuk om daar zo'n dag uit te kijken als vandaag? Zeker weten, het is toch weer een prestatie die je neerzet natuurlijk. Ja, jij bent de jury? Ja. En waar let je allemaal op? Kleur. Op de kleur? Ja. Jij bent afdeling kleur? Ja. Die hebben allemaal een eigen afdeling? Ja, klopt. Oké. Okay. En welke? Deze ja, wat is jouw afdeling? De betrokkenheid van de kinderen. Betrokkenheid van de kinderen is ook heel belangrijk natuurlijk. Zeer belangrijk. Zijn ze betrokken in deze optocht? Ja, heel betrokken. Hoe je in het Duits zegt tot ziens? Nee. Auf Wiedersehen. Oké, okay, auf Wiedersehen. Goed zo, high five. Veel plezier nog, hè? En niet te veel Raya drinken, hè? Als word je dronken, hè? Ja. Ja, dit was de kinderoptocht van Boemeldonk en met verslaggeving van Mike. We gaan zo meteen naar een andere optocht kijken. Maar eerst nog even de mededeling, want de grote optocht van Boemeldonk gaat helaas niet door. Maar niet getreurd, er komt allemaal heus nog wel in beeld. Maar nu al lof voor alle bouwers die hun best hebben gedaan. Voor alle optochten geldt dat gewoon. Maar we gaan nu naar de lichtjesoptocht van Heikneutersland, oftewel Sint-Willibrord.
De lichtjesoptocht van Heikeneutersland, oftewel Sint-Wedebroort. Altijd heel mooi met die verlichting en heel veel mensen genieten daarvan. We gaan even naar een social update, want er wordt druk natuurlijk nog steeds gepost via hashtag BaronieTV. We gaan er even een aantal bij halen, we gaan eens even kijken. Kijk, hele mooie foto's hier aan deze kant. Dus ja, we hebben er ongeveer vier die we nu even aan u laten zien. Deze bijvoorbeeld. Blijf het vooral doen, hè. En denk ook niet van, het is helemaal niks. Gewoon sturen, hashtag BaronieTV, dat komt allemaal goed hier. Dit is ook weer een heel mooi plaatje. En de mensen zijn druk aan het carnaval. Op allerlei manieren komen ze in beeld. En dat is heel leuk, daar houden we hiervan bij BaronieTV. Dus vergeet het niet. Goed, we gaan langzaam dus naar de reclame. En daarna gaan we naar verder met Ben de Wakker, deel 2.